zijn hier op Campus Corso in de Diestestraat in Leuven. Ik ben Dirk, medeoprichter van deze campus. We zijn op een unieke plek in de stad, dicht aan het station. Een ontmoetingsplek voor mensen van alle generaties. Mensen die willen leren en die ook iets willen aanleren aan iemand anders. Dat is het leidmotief van Campus Corso. Zelf iets willen leren en ook iets willen aanleren aan iemand anders. En dat over de generaties heen. We geloven er heel sterk in dat jonge mensen leren van oudere mensen, maar oudere mensen evenzeer van jongere mensen. En dat willen we doen op drie pijlers. Dat is de pijler van het onderwijs, de pijler van het ondernemerschap en de pijler van de ontmoeting. Op deze plek in de jaren 1920, 1930, 1940 was deze plek een ontmoetingsplek in Leuven. Een dancing, een theater later. Dus de oudere generatie in Leuven kent Corso nog als de ontmoetingsplek. Ontmoeten is een van de drie pijlers voor ons, naast ondernemen en onderwijs. Maar de naam Corso hebben we gehouden, omdat we opgezocht hebben wat Corso eigenlijk betekent. In het Italiaans betekent Corso cursus. En betekent ook een laan, een lange straat, een parcours richting wat we uiteindelijk willen bereiken. Dat is richting een carrière. En dat is wat we de jongeren willen aanleren. We willen ze de nodige skills geven, de competenties laten inoefenen om later professioneel te kunnen doen wat ze willen en om daar goed in te worden. Dus die naam Corso is voor ons heel belangrijk. Het verbindt het verleden aan het huidige. Het verbindt die traditie met vandaag en geeft die extra laag, die extra betekenis bovenop die ontmoetingsplek, namelijk dat je hier ook iets wil leren. En dat is wat we verwachten eigenlijk van alle bewoners of deelnemers aan het Campus Corso project. Dat is dat ze zelf nog iets willen leren. Levenslang leren is misschien een cliché, maar die zijn er ook af en toe om bevestigd te worden. Je komt hier op Campus Corso, het is een leerplek, niet alleen voor jezelf, maar je wil ook je kennis en je vaardigheden overdragen aan anderen. En dat willen we intergenerationeel doen. De jongeren met de jongeren van geest, alle generaties door elkaar, die van en met elkaar leren. De toekomst, die valt niet te voorspellen. Wat we hier willen zijn, is in de eerste plaats de incubator. Dus we gaan in zekere zin niet alles predefiniëren zoals wij willen dat de projecten gaan verlopen. Wij willen wel de context bieden. En in een rijke context waarin zowel ondernemerschap kan geoefend worden, maar waar ook heel veel plaats is voor creativiteit, kunnen we niet alle doelen voorspellen. Maar wat we wel bewaken is dat we dat aanbod blijven hebben en dat we die ontmoetingen gaan versterken. Dus sommige mensen noemen dit dan in een eerste fase wel de incubator, maar we moeten snel evolueren naar een accelerator. Het mag niet gewoon het mooie plan blijven. De mensen die hier de zaken vastpakken, die gaan dankzij de context, dankzij de bewoners en de deelnemers aan het project snel kunnen accelereren. Om niet ter plaatse te blijven
te blijven trappelen. Er zijn ook mensen die met een mooi woord in het Nederlands dit een stuifplek noemen. En stuif verwijst naar het bestuiven van elkaar, zoals het in de natuur ook gebeurt. Ervoor zorgen dat dit de vruchtbare bodem is om projecten te bedenken, maar ze ook in de realiteit uit te werken. Jij bent leerkracht en jij bent in contact met de jonge generaties. Ja. Ik denk dat het een nood is dan dat. Ik denk dat mijn collega's en ik die Campus Corso gesticht hebben, opgestart hebben, dat we dat allemaal voelen. Dat het traditionele onderwijs ook tegen zijn grenzen aanbotst. Kennisoverdracht is natuurlijk heel erg belangrijk. Daar zijn de scholen ook voor. We weten allemaal wat goede didactiek is en wat goede pedagogie is. Maar wij willen het een extensiestuk vormen aan wat het traditionele onderwijs te bieden heeft. Door juist buiten die kaders veel ruimte en mogelijkheden te scheppen. Dus voor ons is het belangrijk te zeggen een minimum aan instructietijd op de school, maar dan zo snel mogelijk, als de jongeren er klaar voor zijn, buiten die vier klasmuren treden en in de realiteit dingen uitproberen. En dan weten we dat er sommige zaken gaan mislukken, maar dat vinden we eigenlijk normaal. Je kan niet leren of niks bijleren als altijd alles volgens plan verloopt. Jongeren moeten ook inzien en aanvoelen dat ze verkeerd zijn. Dat wij kunnen verkeerd zijn. Dus fouten maken mag, falen mag en moet misschien zelfs op sommige punten. Ik denk dat wij het juiste tegengewicht hebben. Ook al weten we dat de sky the limit is wat artificiële intelligentie betreft. Maar door juist zoveel mogelijk experts hier samen te brengen, denk ik, hebben we ook daar de juiste context om met de uitdagingen, maar ook de kansen van artificiële intelligentie om te gaan. We gaan ook die nieuwe technologieën echt hier kunnen gebruiken en er de voor- en de nadelen van zien. Het blijft niet ergens een theoretisch kader waar iedereen bang van is. We moeten dat omarmen en ermee aan de slag gaan. Dat kunnen we en dat zullen we hier zeker doen. Nog voor de COVID-periode eigenlijk. Ja. En dan is het paradoxaal genoeg vast te stellen dat het project niet is kunnen starten omwille van de coronaperiode en alle beperkingen die er toen waren. Maar het is ook een soort van catharsis geweest, die hele coronaperiode, waarbij we zijn gaan reflecteren, gaan beseffen van oké, we moeten een stapje terugzetten, niet te snel willen gaan. Corona heeft ons ook gedwongen om even stil te staan en de zaken te herbekijken. Ook qua partnerschappen, de partnerschappen die er nu liggen, de structurele, de occasionele partners, zouden nooit in zulk een sterk netwerk hebben gezeten als vandaag. Omdat we misschien te snel wilden gaan voor corona. En die hele COVID-periode heeft ons doen nadenken, eventjes op de rem gestaan. Het moest, iedereen moest zich aanpassen. Maar we hebben daardoor nieuwe afspraken kunnen maken, nieuwe netwerken kunnen bouwen en daardoor een steviger fundament kunnen maken. Dus je gaat de drie O's, ja? Onderwijs, onderneming, ontmoeting. De derde kreeg meer een belangrijke rol na de COVID. Absoluut. En ik denk voor COVID waren we te zeer gefocust op twee van de drie O's. Het ondernemerschap en het onderwijs.
Maar door op deze plek te komen zien we inderdaad dat om goed onderwijs te maken en succesvol ondernemerschap, ja, dat je daar juist die derde over nodig hebt. En dat is de ontmoeting. En dat merken we nu we 2 maanden bezig zijn, dat er heel mooie synergieën bestaan. Ook heel toevallige, dat informeel leren aan belang wint. Terwijl ook ik, als na 25 jaar onderwijservaring, altijd maar denken van we moeten dit structureel aanpakken. Onderwijs heeft die formele leercontext en dat is nu eenmaal zo. En je krijgt punten, je wordt beoordeeld op diploma-niveau. Waarbij we hier ons de vraag stellen, is er niet nog een extra dimensie? En volgens ons, wat we nu al merken, is die ontmoeting juist die extra dimensie die mensen ook dichter bij elkaar brengt op een informele manier. Super, bedankt. Graag gedaan. Ja. Okay. En welkom op Campus Corso.